Mijn naam is Micha Schimmel, ik ben privacy specialist bij Solf Advocaten en ik wil vandaag iets vertellen over Cambridge Analytica. Het is natuurlijk iets wat met recht een schandaal genoemd mag worden, maar ik heb erg wel het idee dat er nog niet voldoende ophef over is, dus vandaar dat ik er graag eventjes doorheen loop met jullie vandaag. Wat is Cambridge Analytica? Cambridge Analytica is een bedrijf wat data verzamelt, op basis van die data een soort van profiel van je maakt. En met dat profiel dan vervolgens probeert om politieke campagnes effectiever vorm te geven. Dus hoe gaat dat dan in de praktijk? Ze verzamelen overal waar ze maar kunnen gegevens vandaan. In het geval van Cambridge Analytica was een deel van de gegevens bovendien ja, eigenlijk een soort van op onrechtmatige wijze verkregen via een datalek bij Facebook. Die gegevens die verrijken zij met alle informatie die ze maar over je kunnen verzinnen. En op basis daarvan proberen ze je in een soort van hokje te stoppen. Concreet was dat in dit geval van, nou, dit is iemand die waarschijnlijk op de Democraten gaat stemmen. Dit is iemand die waarschijnlijk op de Republikeinen gaat stemmen. En op basis daarvan laten ze je dan advertenties zien op bijvoorbeeld Facebook. Met als belangrijkste doel om ervoor te zorgen dat jij misschien naar de andere partij overstapt of beter nog gewoon helemaal niet gaat stemmen. Dat is het makkelijkste te bereiken. Je voelt natuurlijk wel aan je water aan dat dit een soort van profilering is die behoorlijk onwenselijk is en dat er hele hoge eisen aangesteld mogen worden. Dus als je kijkt naar de wetgeving in Europa, in het bijzonder de AVG, maar eigenlijk ook al de richtlijn zoals die hiervoor was, dan kan dit soort dingen echt alleen met toestemming. Hè. Profilering op deze manier, daar heb je echt de toestemming van nodig van personen. Maar één ding is zeker, die toestemming die hebben ze nooit gevraagd. Dus je ziet nu in ieder geval bijvoorbeeld bij Facebook, die echt de grootste klap krijgt in het hele schandaal. Dat ze pak een beetje 80 miljard van hun beurswaarde zijn verloren, omdat partijen gewoon het vertrouwen in Facebook kwijt zijn. In Nederland bereiken ons langzaam signalen dat er een soort van vergelijkbare situaties plaatsvinden. En wat ik hoop is dat dit een soort van privacy wake-up call is voor alle partijen die zich op de een of andere manier bezighouden met het profileren van mensen. Dat ze snappen dat daar echt best wel hoge eisen aan gesteld mogen worden en dat dat dus niet zomaar kan.